Ik denk dat we in deze tijd echt ruimte moeten bieden voor dromen, voor dingen die we niet kennen. Allereerst verwachtingsvol naar zichzelf zijn, maar ook verwachtingsvol naar anderen zijn en nieuwsgierig blijven. Om opnieuw te leren ons te verhouden tot alles wat ons mens maakt. Als spreker breng ik vooral een hele mooie balans tussen theorie en praktijk, maar waar de praktijk wel het echte verhaal is. Wat ik altijd probeer te doen is heel concreet laten zien wat effecten zijn van het beleid wat er nu is in Nederland. Ergens vol voor durven gaan, op jezelf durven vertrouwen en je niet te laten tegenhouden bij de eerste de beste tegenslag. Ik geloof dat we niet alleen over politiek en geld en techniek moeten praten, maar ook over die schoonheid. We leven eigenlijk in een groot wonder en ik ervaar dat heel erg op het strand. Vooral omdat ik eigenlijk de wortels van het bestaan probeer te ontrafelen via mijn werk. Misschien moeten we wel met z'n allen accepteren dat niet alles altijd lukt. En de manier waarop we daarmee omgaan is misschien wel alles bepalend.